alleen. Karel, vanavond een vrije voorstelling van de Gouden Mix in Symphony. Waarom deze vrije voorstelling? Nou, een mooie gelegenheid om onze familie, vrienden en kennissen ook eens van onze voorstelling te laten genieten. Dan merken die ook eens waar wij als vrijwilligers, toch, binnen een vereniging van de Gouden Mix mee bezig zijn. En ja, uiteindelijk is het de 51ste voorstelling. Dus dan wordt het voor die mensen natuurlijk ook wel tijd om eens te horen en te zien waar wij mee bezig zijn. Dus heel leuk. Kunnen jullie nog leden gebruiken? Ja, met name bassen en tenoren hebben we wel heel graag. Als je zo'n beetje tussen de leeftijd van 55 en 67 zit, toch wel wat zangervaring hebben en op de vrijdagmiddag beschikbaar zijn. Wij zijn nu in een voorfase van onze nieuwe show die Residentie Welzorg gaat heten. En, dus daar kunnen ze nog mooi mee op de trein springen. Okay. Die nieuwe show, wanneer gaat die precies van start? Nou, we zijn dus nu bezig met het instuderen van liedjes. Begin van het jaar willen we de regie op gaan starten. En dan hebben we in het najaar, dat zal in oktober zijn, dat we dus de premières hebben van de nieuwe show.